Wat is privacy? Privacy is een beetje dat je dingen hebt dat je alleen voor jezelf wilt houden en dat de andere mensen dat niet moeten weten. Wel, privacy is eigenlijk het recht dat iedereen heeft, kinderen, ouders, jongeren, om zelf te beslissen hoe jouw gegevens worden gebruikt. Dus dat kan van alles zijn. Dat kan zijn op het internet. Dat kan zijn, ik wil niet graag dat iemand naar mij kijkt als ik in bad zit. Dat kan zijn, ik wil niet graag dat iemand mijn foto's gebruikt voor andere dingen dan wat ik zelf beslis. Waarom is privacy belangrijk? Ik zou dat zelf ook niet leuk vinden, moesten er bepaalde foto's die ik niet echt wil verspreiden op het internet, van mij over het internet wordt gespreid. Want ik zou dat zelf ook echt niet willen. Als je berichten aan het sturen bent met een vriend van jou en jouw ouders die zien dat, dan zou ik dat niet zo leuk vinden. Privacy is of was altijd al belangrijk, maar wordt alleen maar belangrijker omdat we allemaal steeds meer gegevens gebruiken. Denk aan het internet. We delen onze plaats waar we zijn. We zijn thuis, we zijn onderweg, we zijn op school. Hoe kunnen we onze privacy beschermen? Bijvoorbeeld als jij TikTok hebt of zo, je wachtwoord en zo niet af te geven. Want ook al is dat een goede vriend van u of zo, die kan altijd op je account gaan. Ik heb wel een TikTok en een Instagram-account, maar die staan wel allebei op privé, zodat ik de verzoeken binnenkrijg. En zo kan ik zelf accepteren wie ik ken. Wel, je kan dat best beschermen, eerst en vooral door voorzichtig te zijn en alleen maar dingen te delen die je wil delen. Wees voorzichtig met wachtwoorden, deel die niet met vrienden. Dat zijn allemaal belangrijke tips om gegevens te beschermen, om te vermijden dat iemand anders met jouw gegevens of zelfs met je identiteit gaat lopen. Hey daar, leuk dat je hebt gekeken en vergeet zeker de video niet te liken. Wil je nog meer Karrewiet? Abonneer je dan snel op ons kanaal en check deze video's.